Henry, voor jou deze stelling. Mensen met een bakfiets moeten verplicht pakketjes bezorgen. Ja, ja, ja. Het is een hele goede stelling en ik vind het een heel erg briljant idee. Kijk, ik zelf, I for one, ben gek op vogels. En dan met name op parkietjes. Ik heb een passie, zou je kunnen zeggen, een passie voor parkietjes. Dus ik bestel ook heel erg veel parkietjes op internet. Bij bijvoorbeeld bestelparkietjes.nu of de parkietenknaller.tv. Dus ik bestel heel erg veel parkietjes. Ik heb er ook zelf heel erg veel op voorraad, want... er is niks ergers dan zonder parkietjes komen te zitten. Dus ik weet waar ik het over heb. Dat is het enige wat ik daarmee wil aangeven. Bij de bezorging van die parkietjes gaat het vaak mis. Ik krijg platte parkietjes. Ik krijg parkietjes die helemaal verbrand zijn. Gescheurde verpakkingen. Dus dan krijg ik dus helemaal geen parkietje eigenlijk. Canaries krijg ik ook. Laatst had ik een doos, er zat gewoon haar in. Was gewoon een doos haar, verder niks, weet je wel. Dus het gaat heel erg vaak mis en het is verschrikkelijk. De oplossing voor dit probleem, bakfietsen. Bakfietsen zijn milieuvriendelijk, diervriendelijk, schoon, open en gratis. Bakfietsen volladen met parkietjes en al die parkietjes mijn kant op. Kom maar. Zijn hier nog vragen over?